Fijn om met de hak over de sloot door in de beker. Het was niet best, hè? Nee, het was zeker niet best. Maar ja, als ze eventueel de finale halen, halverwege april, dan is deze wedstrijd al lang weer vergeten. Dus het ging er gewoon om dat je hem won. En de manier waarop is eventjes minder belangrijk. Al was het natuurlijk niet goed wat Feyenoord liet zien, dat is wel duidelijk. Cambuur heeft een hartstikke leuke ploeg, heeft het Feyenoord heel moeilijk gemaakt. Maar uiteindelijk gaat het om dat wedstrijdje winnen. En daar heeft Feyenoord dan wel de kwaliteiten voor om dat uiteindelijk dan toch over de streep te trekken. Als je niet zou weten wie was, dan dacht ik dat mensen zouden denken dat Cambuur de topclub was en dat Feyenoord Cambuur was. Snap je wat ik bedoel? En wel, als je delen van de wedstrijd zag, ja, tuurlijk. Cambuur speelde hartstikke goed. Het is een ingespeelde ploeg, dat zag je. Feyenoord is dat nog steeds wat minder. Maar ja, je weet op voorhand dat het gewoon lastig wordt. Advocaat waarschuwde nog voor de wedstrijd dat je hier op dit kunstgras, midweeks, Feyenoord heeft best wel wat wedstrijdjes in de benen al, dat het gewoon een lastige opgave zou gaan worden met dat publiek ook. De enige ploeg die hier wat te winnen had, was Cambuur. Feyenoord had eigenlijk alleen maar te verliezen. Nou ja, dat hebben ze uiteindelijk goed opgelost door nog die winnende even te maken met Senesi. En over de 2 maanden is iedereen deze wedstrijd vergeten en Feyenoord zit in de koker en daar gaat het ook om. Wil ik één speler bij Feyenoord even uitlichten. Jurgensen die heeft echt niks goed gedaan. Wat is er met hem aan de hand? Het is natuurlijk een heel verhaal, deze jongen. Daar moet je eigenlijk een peloton psycholoog op loslaten bijna. Ja, kijk, het is zo dat hij privé met zijn vrouw zit die zwanger is. Ieder moment kan bevallen. Ik kan me voorstellen dat het ook wel door zijn hoofd spookt. Daarvoor is hij ook niet meegegaan naar Porto. Nou ja, we zijn nu een tijd later en die baby is er nog steeds. Dus ik kan me echt wel voorstellen dat in zijn hoofd een rol speelt. Maar tegelijk is deze speler natuurlijk al een aantal jaar niet meer de oude geweest. Hè? Niet meer de speler die hij was in het kampioensjaar. En dat is iets wat hij zelf ook onderkent. Nou, je kunt van Jurgensen alles zeggen. Hij doet altijd zijn best. Hij werkt hard. Hij probeert ook er alles aan te doen om weer op dat niveau te komen. Dus wat, ja, hij is gaan afvallen. Hij volgt diëten. Hij monitort zijn slaap heel erg. Hij onderzoekt alles om maar te kijken of hij misschien iets kan vinden wat hem weer het gevoel van vroeger kan geven. Alleen, ja, dat zoiets kan natuurlijk ook ten koste gaan van iets. Jurgensen was altijd goed op een bepaalde manier in een bepaald lichaam. Ja, nu heeft hij wel heel veel dingen aangepakt zelf om te veranderen. En vooralsnog helpt het niet. Moet Feyenoord niet in de winterstop afscheid van hem nemen en op zoek gaan naar een andere spits? Nou, ze gaan sowieso op zoek naar een andere spits, maar ze hebben er wel 2 nodig. Want nu is het eigenlijk alleen Jurgensen. Als hij weg is, dan moet Sinisterra in de spits. En dan haal je hem weg van aan de zijkanten waar hij toch op zijn sterkste is. Dat heb je ook vandaag weer gezien. Kijk, Sinisterra is dan weer een ander verhaal. Dat is echt een lichtpuntje bij Feyenoord, zoals hij zich manifesteert en zoals hij de laatste maanden loopt te spelen. Ook vandaag weer snelheid, techniek. Scherp, ja, betrokken bij die goal. Ja, het is gewoon een goede speler die alleen nog maar beter wordt als hij iets meer overzicht weet te krijgen. Nou ja, dat is te weinig voor een topclub. Dan heb je gewoon 2 goede spitsen nodig. Nou ja, Jurgensen is de eentje dan niet in vorm. Dus er moet gewoon absoluut iets bij. Alleen zal Feyenoord daarvoor wel weer ruimte moeten creëren. Dus je kunt er wel van uitgaan dat de club in de winter afscheid zal gaan nemen van een groot aantal spelers. Misschien ook wel noodgedwongen. Zaakwaarnemers opdracht geven om een oplossing te vinden. De Sam Larssons van de selectie? Ja, nou ja, de Tapia's, de Sam Larssons. Als je Tapia vandaag ook weer zag, ja, dat is ook weer zoiets. Iedereen bij Feyenoord en in de club vindt het een hartstikke aardige gozer. En dat is het natuurlijk ook. Alleen ja, als speler natuurlijk totaal onbetrouwbaar. Als jij in je eigen 16 de meest gekke trucs uithaalt en die penalty die je veroorzaakt, ja, daar kun je als trainer natuurlijk niet op bouwen. Ja, en zo zijn er meer spelers. Feyenoord wil echt gaan doorselecteren in die groep. Alvast een voorschotje nemen op volgend jaar. Ja, en daar is januari natuurlijk wel een cruciale maand voor. Ze gaan op trainingskamp naar Marbella. Nou, daar zal ook Frank Arnezen bij zijn. Die zal dag en nacht op die groep gaan zitten. Die zal ook gaan kijken en observeren. En misschien daarvoor of tijdens dat trainingskamp of erna zullen ze wel een schifting gaan maken in die selectie. En een aantal spelers vertellen dat ze mogen uitzien naar een andere club. Een aantal jonge spelers verhuren. Het is best wel een flink takenpakket wat advocaat en Arnezen wacht in de winter. Om die selectie op peil te krijgen, om die selectie te ontdoen van spelers in wie je de club toch geen toekomst meer ziet. Maar ook in andere geledingen zal er veel moeten gebeuren. In de scouting, in de opleiding. Ja, dat is dan weer het werk van Arnezen. Dus het is alomvattend, die job. En zwaar, maar het is wel nodig. En Arnezen die heeft toevallig een huis in Marbella, dus dat komt dan heel goed uit. Dus die kan dag en nacht op die spelers en op die groep zitten. Ja, en dan zullen we het gaan zien. Feyenoord speelt daar 2 goede oefenwedstrijden tegen Borussia Dortmund en Hoffenheim. Dus dat zijn goede testen. En wie weet dat er voor de trainingskamp, dat is wel wat advocaat ambieert, 2 spelers erbij voordat Feyenoord naar Marbella gaat. Een middenvelder en een spits. En als Troost en Arnezen dat voor elkaar kunnen krijgen, ja, dan is het de tweede helft van de seizoen misschien best wel mogelijk. Met die plaatsing voor de beker, derde plek in zicht. Dus
Feyenoord heeft ze goed hersteld, maar er is nog heel veel werk te doen.